Vanop uw stoel zijn er geen grenzen. Van waar jij zit, kan je reizen tot ver in het universum, dankzij uw verbeelding. Is Sarah iemand van het heden die op dit moment in een hotelkamer zit? Of is zij iemand uit het verleden? En onder de grote steen staat tijd geschreven. Tijd. Ja, dit gevoel heb ik dus wanneer ik van die boeken lees over kwantumfysica. En toen? Toen kon een kat plots levend en dood tegelijkertijd zijn.